gaan het hebben over de aanslag met een vuurwerkbom op Urk. Vorig jaar november raakte daardoor een woning in het dorp zwaar beschadigd. Ja, in december is deze zaak een eerste verdachte al opgepakt. Maar een tweede persoon die vermoedelijk bij de zaak betrokken is, die heeft de politie tot op heden nog niet kunnen vinden. De politie overweegt dus daarom nu om zijn naam en foto bekend te maken. De verdachte kan dat nog voorkomen, maar dan moet hij zich wel voor morgenochtend 9 uur melden. Ja, Willemijn Pomper van de politie, goedemiddag. Goedemiddag. Het gebeurt wel eens vaker dat de politie een naam en een foto verspreidt, maar vaak gaat het dan om een gevaarlijk persoon of een levensbedreigende situatie. Maar daar staat tot nu nog geen sprake van. Nou, het is een beetje ligt aan hoe je het bekijkt. Het is best wel een heftige zaak. Hè. Er is een zwaar explosief in de woning beland bij een totaal onschuldig gezin. Er zijn kinderen in het spel en experts hebben ook onderzoek gedaan in de woning en hebben ook geconstateerd dat als de deuren van de slaapkamers niet gesloten waren, dat het veel erger had kunnen aflopen. Zeer zwaar gewonden of misschien wel erger. Degene die dat op zijn geweten heeft, die willen we heel erg graag spreken. Mm-hmm. Waar wordt de man eigenlijk precies van verdacht? Hij wordt in ieder geval van verdacht van betrokkenheid bij deze zaak. Dus betrokkenheid bij het feit dat explosief naar binnen is gegooid bij die woning. En wat dan precies zijn betrokkenheid is, daar hopen we natuurlijk ook achter te komen als we hem spreken. Ja. Hij kan nog voorkomen natuurlijk dat zijn naam bekend wordt gemaakt. Hoe werkt dat dan als hij nu hoort van joh, de politie zoek je, loop even naar het politiebureau. Loopt u dan gewoon binnen of zo? Of kan hij bellen of wat moet hij doen eigenlijk? Nou, dat kan op meerdere wijzen inderdaad. Naar het bureau komen, dat is een van de opties. Hè, dan kunnen we hem in persoon ook spreken en kan die aangehouden worden. Maar uiteraard zou het ook kunnen dat de verdachte niet in de buurt is en dat hij niet de mogelijkheid heeft om naar een politiebureau te komen. Dan kan hij zich uiteraard ook telefonisch melden. En daarna kunnen we verder afspraken maken. Ja. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat deze meneer in kwestie helemaal niet eens weet dat jullie naar op zoek zijn. Misschien op vakantie. Dat is in theorie natuurlijk mogelijk, hè? In theorie is dat mogelijk. Natuurlijk hebben wij er alles aan gedaan om bekenden en familie in ieder geval te informeren over dit ultimatum dat we hebben gesteld. Dus in wezen, hè, als mensen goed in contact met hem staan, zou die het zelf te horen hebben gekregen. We hebben het natuurlijk ook gedeeld op onze website politie.nl, op onze social media kanalen. Het is overgenomen door de media. Jullie besteden er ook aandacht aan. Dus in theorie is het mogelijk dat het niet op de hoogte is. Maar we proberen natuurlijk alles aan te doen om met hen in contact te komen. Ja, hij zou dus moeten weten dat er naar hem gezocht wordt. Daar gaan we wel van uit. Ja. Nou is in deze zaak vorige maand al een eerste verdachte aangehouden. Wat kunt u over die verdachte zeggen? Deze verdachte is inderdaad in december aangehouden. Uiteraard is die verdachte verhoord. Daar kan ik inhoudelijk niets over zeggen. Maar het onderzoek is nog niet afgerond. Dus we hopen deze tweede verdachte zo snel mogelijk ook te spreken. Ja, stel nou dat die tweede verdachte zich niet voor morgen meldt, dan komen zijn foto en naam dus in de publiciteit, zoals u net zei. Betekent het ook dat er dan door de politie actiever naar hem gezocht gaat worden? Hoe gaan jullie dan verder te werk? Nou, niet actiever, want we zoeken al heel actief naar hem. Hè. Kijk, het is natuurlijk een zeer zwaar middel dat we nu dreigen in te zetten. Het gebeurt niet zomaar dat de identiteit van een verdachte vrij wordt gegeven. Verdachte die heeft ook recht en ook het recht op privacy, ook beschermd te worden. Het is niet zo dat we dan nu ineens dan nog op een andere manier intensiever kunnen gaan zoeken. Het is in ieder geval een volgende stap in het proces om deze verdachte uit de anonimiteit te halen als hij zich niet meldt. Duidelijk. Willemijn Pomper van de politie, hartelijk dank.